Zelden zal een sportman in zijn land zoveel beroering hebben teweeggebracht als Eddy Merckx in deze dagen in België. De van dopinggebruik beschuldigde wielrenner weet de sympathie van vrijwel het hele land achter zich. Ze hebben mij uit koers gezet, zomaar, zonder geen enkel bewijs. Maar het volgende seizoen ga je toch weer in Italië rijden. Martin en Van der Velden nog steeds aan de leiding. Hij moet wel een goede dag hebben. Oh, een valpartij! En Joop Zoetemelk valt. Oh god, wat een drama misschien. En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel met Gerrie Kneteman naast hem. Op de tank van jou. Dit is de Mont Ventoux, een verschrikkelijke berg. Hij werd in de 14e eeuw al door een monnik de weg naar de hel genoemd. Adrie van der Poel, Adrie van der Poel. Hij wordt wereldkampioen. Wat een fantastische race van onze landgenoot.